Je ziet het al als je aankomt rijden. Dit is een bijzonder restaurant. Het is namelijk het enige restaurant in Nederland wat gebaseerd is op het allereerste in 1950 in Des Plaines. Het is het restaurant van Peter en Nelly, de McDonald's in Best. Het hele erg bijzondere aan dit restaurant is iets dat je eigenlijk niet ziet. Het is namelijk uniek dat deze franchise-nemer het voor elkaar heeft gekregen om een eigen restaurant te krijgen, helemaal naar zijn eigen wensen ingericht en niet een concept zoals het in Parijs wordt gemaakt. McDonald's namelijk schrijft een tiental concepten voor alle franchise-nemers en daar kunnen zij uit kiezen. Wat hier gebeurd is dat Peter en Nelly van Gelder in 2010 mij hebben gevraagd om een ontwerp te maken voor dit restaurant. En het heeft een dikke 3 jaar geduurd voordat ze goedkeuring hebben gekregen van McDonald's Europa. Om uiteindelijk deze inrichting te realiseren. Het is nu dan ook omgedraaid. Men heeft bij McDonald's Europa besloten dat ieder land in Europa 1 zo'n restaurant mag gaan bouwen. De vraag die we dan ook in 2010 kregen was een ontwerp te maken voor een restaurant. En wel volledig gebaseerd op de rock'n'roll stijl. Dat is een soort passie van Peter en Ellie. Zij zijn helemaal doordrenkt van het rock'n'roll gebeuren. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Bill Haley enzovoort. Nou, we hebben dat gedaan door een restaurant te maken helemaal gebaseerd op zwart-wit en grijs tinten. En we hebben een drietal eyecatchers erin geplaatst, zoals hier Merlin achter mij, de Corvette aan het plafond en de jukebox achterin in de zaak. Wat we voor de rest hebben gedaan is dat we dus de neon terug hebben gebracht naar LED-verlichting. Dus op een hele duurzame manier hebben we dit restaurant in kleur laten veranderen, alleen maar door LED-verlichting. Op een subtiele manier hebben we de jaren 50 teruggebracht, ook in dit restaurant. En dat is in de vorm van deze wand hier. Je ziet hier bijvoorbeeld die glooiing. Die glooiing is gebaseerd op de Cadillac, op de Chevrolet uit de jaren 50. De achterkant van die vinnen en van die staarten op die auto's. Dat komt terug zo op deze manier in het restaurant. Frits, het magazine heeft ook een app. Die kun je downloaden en dan kun je middels Aurasma kun je zeg maar filmpjes krijgen als een soort tweede laag in een advertentie of een beeld. Dat hebben we hier in het restaurant hebben dat ook gedaan. Dat hebben we gedaan met de zwart-wit foto's die we in het restaurant vinden. Iedere foto in het restaurant heeft een unieke film. Nou, de verbouwing die is bijna een jaar achter de rug. We zijn nu bijna een jaar open en het overtreft al onze verwachtingen. Want het is natuurlijk een zaak van de 50's, maar het is ook een zaak waarbij jongelui die zeggen, die komen binnen en die zeggen, jee, dat is een hippe tent. Nou, dat is echt wat we eigenlijk beoogd hadden.